Spreekbeurt. Onnozele onderwerpen, serieuze sprekers. Wauw. Beetje onwennig eigenlijk. Meestal zit ik aan de andere kant, of sta ik aan de andere kant. Feestjes hier en daar. Welkom op de vijfde editie van de Spreekbeurt. Een vrijhaven voor maatschappelijke onderwerpen. Debatten die de agenda van politiek of media zelden halen. De Spreekbeurt, dat is wat wij noemen een uit de hand gelopen cafégrap. Hier trouwens vlakbij ontstaan, ik denk op een 250 meter van deze plek, is een heel mooi café geheten, Café Jeeskesboom, waar wij dit... het is echt waar, waar wij dit bedacht hebben. Nooit hadden wij kunnen denken dat we dit 5 keer zouden doen. Laat staan dat het ook deze keer opnieuw in een mum van tijd uitverkocht was. Nu, er zijn sowieso mensen hier vandaag die niet weten wat dat is, de Spreekbeurt. En voor wie zich dat zou afvragen, ga ik dat nog even kort uit de doeken doen. De Spreekbeurt is vooral geen TED-talk. En dat is heel belangrijk dat ik dat onderstreep. Want we hebben bij de start van deze reeks een aangetekend schrijven gekregen van de Sampling Foundation met toch wel de zeer dwingende vraag om ons niet langer te vergelijken met een TED-talk als Spreekbeurt. En dat is logisch, want halen we daar de definitie bij van een TED-talk, dan, ik lees het gewoon even af. Tijdens een TED-talk krijgen sprekers de kans om in maximaal 18 minuten op een zo toegankelijk mogelijke manier een presentatie te geven over iets dat hen na aan het hart ligt. En dat is helemaal anders dan hetgene wat wij voor ogen hebben, namelijk tijdens de Spreekbeurt krijgen sprekers de kans om in maximaal 10 minuten op een zo toegankelijk mogelijke manier een presentatie te geven over iets dat hen na aan het hart ligt. Nu, ik wil mij even richten tot de 9 sprekers van vandaag. Ze zitten hier vooraan. Ik begrijp, als jullie onze affiches van de afgelopen edities bekeken hebben, dat dat misschien overweldigend kan binnenkomen. Ik begrijp dat. Nu, ik zou het voor jullie... Ik weet dat een paar onder jullie een beetje zenuwachtig zijn. Ik zou het voor jullie willen omdraaien. Gewoon om jullie gerust te stellen. Voor heel veel sprekers die hier ooit op dit of op een ander spreekbeurtpodium hebben gestaan, die staan intussen veel verder in het leven. Ik geef een voorbeeld. Kautare Lalouche heeft nu een eigen ochtendshow op M&M. Sarah Leemans heeft een eigen fictieprogramma mogen maken. Charlie de Wulf heeft een eigen fictieprogramma mogen maken. Jawel, de geweldige Katrien Swartenbroeks heeft een geweldig boek geschreven. Net zoals de geweldige Elisabeth Lucie Baten ook een geweldig boek geschreven. Ik kan zo nog even doorgaan. Hè. Manu van Akker is een vaste mollenjager in Café de Mol. Riyad Bari heeft een steen verlegd in de rivier die we de mannenmode noemen. Dan hebben we nog Helmut Lotti, die zijn liefde voor de gotische letters heeft bevestigd. Ja, hij staat binnenkort op de affiche van Graspop. Ik ben echt zo benieuwd met welke aankondiging zuster Jeanne de Vos binnenkort gaat afkomen. Maar los daarvan, dan heb je ook nog Jelle Goossens. En die heeft, en dat had ik ook al een beetje zien aankomen, niks noemenswaardig gedaan met zijn leven. Maar hij heeft wel een belangrijk maatschappelijk debat aangewakkerd met zijn spreekbeurt. Misschien moeten we even de test doen. Wie zegt er allemaal curryworst? Ja, is goed. Wie zegt er allemaal frikandel? Ja, dat is fout. Ja, diezelfde avond is diezelfde grap gebruikt door iemand anders en dat is opgepikt door nationale media. Curryworst is fout. Hanne, jij als taalvirtuoos? Ik zeg ook curryworst. Dat is een taalvirtuoos. Ja. Nee, dat is zo. Ergens loopt de curryworst-frikandelgrens doorheen Vlaanderen en ik zit aan de juiste kant van die grens. Frikandelgrens. En er is nog een onderwerp dat ooit op de Spreekbeurt ontstaan is, wat intussen echt zijn eigen leven is gaan leiden. In de meeste naslagwerken zijn we het erover eens. Je hebt 3 grote periodes. Vertaald naar de beleving is dat dus... Het is ook duidelijk dat we dus naar dat gele middenstuk willen. En daar loopt het mis met die broccoli. Nu, dat is niet in dovemans oren gevallen bij de broccoli-lobby, want die bestaat wel degelijk. Sindsdien worden we om de oren geslagen met echt dit soort artikels. Hè. Alsof dat broccoli alle problemen in de wereld gaat oplossen. Maar vergis u niet, de broccoli kan echt een smerige groente zijn, zeker in de handen van verkeerde mensen. Het is onlangs nog gebeurd, hè. Los daarvan zijn er ook altijd onderwerpen die de avond niet halen, om welke reden dan ook. Ik ga die even de afspraakgewijs overlopen. Dit zit vandaag dus niet in de Spreekbeurt. Onderwerpen waar Maarten Boudry geen mening over heeft. De spreker heeft zich last minute teruggetrokken bij gebrek aan materiaal. Deuntjes die perfect tot hun recht komen op de Bijaard. Nu, dat is heel gevoelig in Leuven, want om het kwartier klinkt hier in Leuven een traditioneel deuntje en dat is geheten Reuzegom. Daar worden wij niet graag aan herinnerd.
Dus laat dit misschien een open oproep zijn aan onze burgemeester. Schrappen die handel. En dan ook nog leuke binnenkomers in de sportclub. Dan moet ik even uitleggen. Dit is er onlangs gebeurd en ook dit ligt gevoelig in Leuven. In het uitzonderlijke geval dat u straks denkt van ik hoor het geraas van een sportwagen, geen probleem, even kop in kast trekken, zo doen. Onder uw stoel gaan zitten, dat is het verstandigste. Nu, ik heb mij ook laten verzekeren door de mensen van Tepo, de flanken zijn hier recent echt nog extra verstevigd. Dus er kan in principe niks mislopen.